Bart zit stiekem mijn dingen te doen. Nee. Hallo, good morning. We gaan naar buiten. Oh, mijn wekker gaat weer. Wauw. Stop. Let's go. Heb je ook zo'n zak niet op me hangen? Oh, sorry. Dat wil ik echt niet. Jezus. Dames en heren, nieuwsbericht van vandaag. Het wordt een beetje bewolkt met af en toe regen. Echt Nederlands. Met hier en daar een chagrijnig, onuitgerust stel. Ja, vind je het gek als je dochter midden in de nacht 3 keer wakker wordt? Het is echt bizar. Yola wordt nooit midden in de nacht wakker. En precies deze dagen elke keer. En vannacht volgens mij 2 of 3 keer. Echt. Oh, no. Oh, irritant. Dankjewel, liefje. Proost. Dat je zo hard bent om dit voor ons te maken. En goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben weer beter. Yes. Ik ben weer beter. Ja. Jeltje is gelukkig weer beter. Oh, je was gewoon een heel ander meisje gisteren. Ja. Ik woon heel erg warm gisteren. Ja. Voordat we gingen fietsen. Maar nu ben ik helemaal beter. Gelukkig. Just another day in the hell week. Bart is weer terug van een uur fietsen. Mag gezegd worden. 70 minuten. Ik ben trots op je schat. Salut. Oeh, lekker. Zo, heel even achter de computer vandaan iets nuttigs doen, namelijk de auto wassen. Samen met Bart, die staat naast mij. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. Zo, het is 12:30, dus we hebben 2 keer al ontbeten, dus dit is een soort van middageten. En nog even een theetje erbij. En dan gaan we weer verder werken achter de computer. Dit is mijn middageten. Yoghurt met muesli, aardbeitjes. Geen idee hoe deze bessen, druivenachtige dingen heet. Kruisbessen. Kruisbessen en kaneel. Tarwekiemolie. En tarwekiemolie is goed voor de innesteling om zwanger te worden. Dus daarom gebruik ik tarwekiemolie. Ja, we zijn dus aangekomen bij de dag uit je comfortzone gaan. Vorig jaar ben ik in de Tesla gaan rijden, helemaal alleen. En heb ik de hele nacht doorgehaald. Niet dat ik dat niet vaker had gedaan. Want dat heb ik al heel erg vaak gedaan voor mijn werk. Omdat ik veel als danseres heb gewerkt. Dan werk je wel eens een nachtje door. En ook als stewardess moet je natuurlijk vaak midden in de nacht opstaan. Dus ik heb niet echt een soort van uit mijn comfortzone voor mezelf bedacht voor vandaag. Omdat ik eigenlijk vind... dat ik gewoon super vaak uit mijn comfortzone ga. Ik zoek het ook echt wel uit mezelf op. Ik heb het aan de ene kant wel echt nodig. En dat weet ik van mezelf. En dan doe ik het ook. Maar aan de andere kant levert het ook vaak een soort van stress op. Waardoor ik het eigenlijk gewoon moet leren ook een beetje te vermijden. Want waarom zou je continu uit je comfortzone willen gaan? Als het je ook stress oplevert. Ben je dan niet te veel ook die stress aan het aanmaken? Vraag ik mezelf heel vaak af. Vooral vlak voor dat moment dat ik dan weer zoiets ga doen. Waarvan ik denk, wat ben ik nou weer van plan? We waren bijvoorbeeld, vorig jaar of zo? Vorig jaar waren we naar zo'n jumpinghal. En ik dacht, ja, dat is vet. Ja, toen kwamen we daar dus binnen in zo'n jumpinghal. En er waren gewoon eigenlijk alleen maar kinderen. Dus in het begin voelden we ons eigenlijk een beetje awkward. En toen, daarna... zei Bart van, wow, het was echt vet leuk. En we zaten vol met adrenaline. En hij zei, zulke dingen moeten we gewoon echt vaker doen. Dit is nou uit je comfortzone gaan. Gewoon leren om scheid te hebben. En gewoon ervoor te gaan. En als je het dan erg leuk vindt, dan ben je blij dat je het hebt gedaan. Bart is trouwens al aardig uit zijn comfortzone aan het gaan.
Want die heeft al 9 nieuwe klanten gebeld. Ja, dat is altijd iets waar ik heel erg tegenop zie. Tenminste... Weet je, er is nog iets waar je heel erg tegenop ziet. Misschien moet je dat eens doen. Dan raak je een beetje uit je comfortzone. Dat is wel wat voor vandaag. Weet je wat? Een shirt aan. Heel goed geraden, schat. Wat doe jij? Bart zit stiekem mijn dingen te doen. Nee. Hij zit te kijken wat voor chocolade er is. En ik heb hem vandaag ook al een keer betrapt met een spelletje op zijn telefoon. Nee, het was geen chocolade. Het was een zakje met nootjes. Oh, sorry. Het zag er wel uit als een zakje chocolade. Vandaar dat ik naar keek. Ik wilde gewoon alleen even ruiken eraan. Alleen even ruiken aan de chocola? Ja. Doe je jezelf toch niet aan? Ik neem wel een wortel. En wat ik dus nog wilde vertellen, waarom doe ik nou eigenlijk de helweek, Bart? Ik wil even serieus vertellen waarom ik de helweek doe. De grootste reden dus dat ik de helweek doe, is omdat ik de laatste tijd elke keer wanneer ik wakker werd, was ik gewoon vet brak. Echt zo brak dat ik echt dacht van, ik wil er niet uit. Misschien ken je dat wel. Dat je er gewoon niet uit wil. Dat je gewoon niet je bed uit kan komen. En dat je opstaat. En dat je denkt dat je nog helemaal niet kan nadenken. En dat je hoofd gewoon als een soort ijs voelt. En je kleding niet kan vinden. En geen idee hebt wat je aan moet doen. En op de fiets zit om je kind naar school te brengen. En naar je kleding kijkt en denkt, serieus. Dus dat. En ik vind het gewoon super lekker, vooral in de zomer, om in een vroeg ritme te zitten. En deze week brengt je echt in een vroeg ritme. Sterker nog, ik wil nu al naar bed. Het is 5:30. Ik haal Jola vandaag even heel vroeg op. Want dat wilde ze graag. En aangezien ze gisteren ziek was, wil ik toch wel even snel kijken hoe het met haar gaat. En er niet te lang op de opvang laten. Jola haalt altijd even de kliko op. Goed hè, van Jola. Ja, super goed. Oh, een diertje. Ja, we hebben hier een tor of zo. Nee. Nou, een hommel. Sorry, nee, geen tor. Het is een hommeltje. Au. Hij ademt nog wel. Oh, je moet echt uitkijken. Ik ga vliegen. Ga er maar langs. Ja, goed zo. Echt een eenhoorntje. Echt leuk. Dank je. Oh. Zo, lekker naar yoga geweest. En toch nog een beetje uit mijn comfortzone gegaan. Want ik zag namelijk 2 meiden met een superleuke broek. En normaal zou ik gewoon denken, oh, dat ga ik wel even opzoeken of zo. En dan spiek ik een beetje waar die van is. Maar dit keer dacht ik stap er gewoon even op af. En ik vraag gewoon even waar die broek van is. Het is maar een heel klein beetje uit mijn comfortzone hoor. Want ik vind het niet echt heel veel moeite mee, maar toch een beetje. De donderdag van de helweek is aangebroken. Uit je comfortzone, hele nacht doorwerken. Het is niet om 10 uur naar bed en om 5 uur. Nee, om 10 uur gewoon nachtplanning maken. En keihard doorwerken, niet slapen, misschien 1 powernapje als je echt niet meer trekt, maar dat is echt bij hoge uitzondering. En om 5 uur begint gewoon je planning van de vrijdag en dan blijf je dus gewoon alsnog wakker tot 10 uur. Dus in totaal blijf je 41 uur wakker. Wat heb ik op de planning staan? Ik ga de financiële administratie van mijn bedrijf bijwerken. Genoeg te doen en echt een taakje om niet bij in te kakken. Hou me wel wakker. 12 uur. Tisna ligt al 2 uur te slapen. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op. Dit is mijn agenda deze week trouwens. Dit stukje hierboven. Dat is het doorwerkstukje. Ik heb de keuken net maar even goed opgeruimd. Daar werd ik op zich wel goed wakker van. Tisna wordt wakker. Het is al 5 uur. Ja. Oh, sorry. Ik moet mijn bel.